Ondertussen is naast me komen zitten Paul Hofman. En die heeft een heel mooi en interessant boek geschreven, De Roze Moorden. U hebt er misschien al over gehoord ook, De Roze Moorden. Op welk moment dacht je, ik moet het boek schrijven? Nou, zeg even kort, kan je kort zeggen waar het over gaat? Ja, het gaat over 15 zaken die ik behandel in het boek zijn homo-gerelateerd. In één van de 16 zijn er sporen in het onderzoek geweest dat leidt tot een homoseksueel motief. Maar wat ertoe geleid heeft, ik schrijf al jaren voor de Gaykrant over misdaad, dreiging, beroving, moord, doodslag. Op een gegeven moment had ik 3 onopgeloste zaken vorig jaar gepubliceerd in de Gaykrant. Vervolgens word ik gebeld door een uitgever die toevallig uit de plaats komt waar ik geboren ben. Hij zei in Zwolle. Dus hij zei van, heb je er wel eens over nagedacht? Ik zeg, nee, eigenlijk niet. Het zijn losse verhalen. En toen ben ik gaan nadenken en we troffen elkaar in gesprek. Nou, prima. Zo is het tot stand gekomen. En in relatief korte tijd zei hij van, nou, ik wil het dan en dan dat je het bundelt. Nou, ik zeg, prima. Ik ga dat bewerken. En zo is het idee tot stand gekomen. Ja. Dus onverwacht. En wat leer je ervan als je het boek leest? Wat je ervan leert, is dat het vaker voorkomt, anti-homoseksueel geweld, dan je kunt voorstellen. En de zeer ernstige delicten, moord en doodslag, zijn de ernstige delicten die begaan kunnen worden. Dat het vaker voorkomt. Het afgelopen half jaar, Amsterdam, 5, 6 meldingen. 3 moorden, 2 ernstige zaken, 1 man in coma. Ik denk van, jee, dat komt vaker voor. Ja, en wat voor soort mensen doen die moorden dan? Heel gevarieerd. Dat kan zijn een uit motief kan wraak zijn. Een roofmoord. Iemand is misbruikt in het verleden. Heeft zoveel agressie opgebouwd in zijn leven. En gaat dan op zijn latere slachtoffer dat projecteren. Maar ook pure chantage of roofmoord. Ja. Iemand maakt een afspraak via chatboy. Iemand komt thuis. Denkt van, hey, ik kijk om me heen. Ik zie die man, is goed. Zit hij in de slappe was, letterlijk en figuurlijk. Ja. En alsnog komt hij terug en mishandelt dan. En wat de dood tot gevolg kan hebben. Ja, ondertussen gaat hier het luchtalarm af, maar dat maakt niet uit, want dat hoort toch allemaal bij. Ja. Maar dus dat je dat het op verschillende manieren de motieven zijn. Klopt, het zijn verschillende motieven. Het geweld vindt ook plaats op verschillende plaatsen, verschillende tijden. Ach, het is van alle tijden. In de middeleeuwen vervolgingen op sodomieten. Politie ging zelfs in de jaren 60, 70 op homojacht. Ja. Het is een continu gebeuren. Het is ook een structureel probleem. Het zijn geen incidenten. En het werd vroeger in het politiearchief vaak als incident weggezet. Van ach, slachtoffers homo, besteden maar niet te veel aandacht aan. Dat gebeurde. Ja. Ja. En het is trouwens heel raar dat ze op dit moment luchtalarm doen, maar dat is volgens mij typisch Amsterdams. Goed. Maar ze hebben verschillende invalshoeken eigenlijk. Op welk moment raakte je gefascineerd door de misdaad eigenlijk? Al op jonge leeftijd. Als jongetje luisterde ik ademloos naar de verhalen van mijn vader. En als jongetje had ik een droom. Ik wil piloot worden. Ja. Ik ga het toestel als KLM. Of ik wil politieman worden. Nou, helaas, mijn grootvader was agent. Mijn vader, en die had enthousiaste verhalen. Dat heb ik altijd meegenomen. Volgens, ik kwam zelf uit de kast toen ik 15 was, lang, lang geleden. Oké, ik ben zelf ernstig mishandeld op 15-jarige leeftijd. Dat heeft een rol gespeeld, niet een doorslaggevende rol. Ik was homo, was net uit de kast gekomen in een tijd, in de jaren 70. Nou, dat was A, al moeilijk. Ik was uit de kast gekomen naar je ouders toe. Mijn vader stoere politieman. Nou, die hebben een acceptatieproces gehad ook. Ja. Prima verlopen. Maar je wordt om je geaardheid mishandeld. In elkaar geslagen. Dan, door een aantal jongens in Zwolle. Ik ben geboren en getogen in Zwolle. Ben daar op mijn 18e en 19e weggegaan. Maar dat heeft zoveel impact gehad. Maar hoe ontstond het dan dat je in elkaar geslagen werd? Puur. Ik was in de binnenstad en werd door een aantal jongens als homo gekenmerkt. En ja, jaren 70 van nou. In 82 waren de redden in Amersfoort, dus dit was er 5 jaar voor. Je moet je voorstellen hoe de houding ten opzichte van homoseksuelen was in die tijd. En soms nog is, hoor. Ja. En als ik me iets kan doen, hè, ik heb zelf die ervaring dat ik mishandeld ben. Als ik zelf, nou, ben ik op een andere manier met de politie in de aanraking gekomen. Ik gebruik mijn pen, mijn roze pen, als wapen. Want ik weet wat het is. Als je geweld naar jou wordt toegepast, op jou wordt toegepast. Dan probeer ik het op deze manier. Ja.
Ja. En je schudt met zo'n boek, schud je de mensen ook wakker natuurlijk. Omdat heel veel mensen denken van nou, homoseksualiteit wordt overal aanvaard. En die homo's moeten niet zo zeuren eigenlijk. En dan blijkt dus dat het helemaal niet het geval is. Dat er nog Klopt. Steeds enorme discriminatie is. En dus ook moordlust van bepaalde groepen. Het is soms wel heel subtiel, dat ben ik met u eens, dat de emancipatie lijkt voltooid, maar je wordt getolereerd, maar nooit geaccepteerd. Nee. En als je, ik laatst sprak iemand aan, ach, jullie soort, altijd wat te zeuren. Dat soort, dat etiket wat erop komt, dat is ongelooflijk. Dat gebeurt nog steeds. En daarom, aandacht voor het anti-homoseksueel geweld is zo belangrijk. Als ik ga 2011, de cijfers zijn net bekend geworden, 468 meldingen van anti-homoseksueel geweld. Heb ik het over mishandeling, beroving, chantage, noem maar op. Maar ook bespugen, het openlijk discrimineren. 468 meldingen. Ten opzichte van 2 jaar daarvoor, 231. Dus dat betekent verdubbeling. De drempel om aangifte te doen is lager geworden. Maar je bent een kwetsbare groep, dus wees altijd bewust. Doe aangifte. Ja. Want het is niet normaal. Als je afwijkt van een norm, je behoort tot een minderheid en je wordt op basis daarvan in een hoekje gezet. Dat is zo fout. Dat is ongelooflijk. Dan word ik de activist. Dan leg ik de objectiviteit van een journalist af. Maar dan word ik wel heel boos. Ja, maar er zouden eigenlijk meer mensen als jij moeten zijn die inderdaad op de barricade staan en hun mond open doen en een voortrekkersrol hebben. Klopt. Ik ben geen voorvechter, maar ik sta wel voor iets. Een soort activist in mij van geweld is nooit normaal. Laat je nooit in een hokje plaatsen. En geweld tegen wie dan ook lost nooit iets op. En zeker niet als je tot een kwetsbare groep behoort. Hier ga ik ook weer in een groep behoort. Maar laat nooit geweld een reden zijn om geen aangifte te doen. Nee. En ik vind eigenlijk dat zou ook wel een mooi boek zijn. Ook voor de homo-mensen zelf, ook om inzicht te krijgen in het geweld. Maar ook voor de daders, dat ze geen werkstraf krijgen, maar dat ze het boek moeten lezen. Klopt. Dus van geweld, de mensen die geweld gebruikt hebben, die moeten gewoon verplicht het boek lezen. En daarna worden ze overhoord, of ze het begrepen hebben. En als ze fouten maken, dan worden ze in elkaar geslagen. Ik zie een hele mooie rol voor u weggelegd om die overhoring te doen. Maar ik denk dat het inderdaad een heel goed idee is. Ik heb er niet over nagedacht. Maar geeft de daders inderdaad iets mee in hun bagage? Ja. Zij worden behandeld in TBS-kliniek of wat, dan krijgen ze een straf. Het zou heel goed zijn om te kijken wat breng je teweeg. Want je hebt iets gedaan wat niet door de beugel kan. Ja. En wat zoveel impact heeft op een slachtoffer. Als ik kijk naar mezelf, ik heb het doorstaan en het is gebeurd. Maar bij veel mensen, puur om wat je bent, dat je daardoor wordt in elkaar wordt geslagen, nou, dat is ongelooflijk of vermoord. Ja, nou, ik hoop dat heel veel mensen er kennis mee kunnen maken. En misschien kom je een andere keer terug over een ander onderwerp. Heel graag. Maar ben je dan met een ander boek bezig? Deel 2. Ik kan deel 2 zo vullen met andere zaken. Maar misschien een ander boek met een ander thema. Ja. Ik ben er nog niet uit. Ik ga nu eerst even genieten van. Ja, even. Het zijn verhalen die even tot rust komen. Dit zijn verhalen die me geraakt hebben. Ja. Maar een nieuw boek in de toekomst sluit ik niet uit. Nee. Nou, dan eindigen we het gesprek geweldloos. Mag ik je bedanken? Dank u wel. En veel sterkte. Dan mag ik daar weer zitten, zo. Nou, het is een interessant gesprek en ook een fijne man. En de presentatie van het boek was onlangs ook bij Boekhandel Vrolijk. En daar hebben we ook nog opnames van. We kennen elkaar al een aantal jaren. We hebben ook nauw samengewerkt. Als jij artikelen schreef over de Amsterdamse politie in de Gaykrant. Nou goed. Moorden die gepleegd worden met een homoseksueel karakter, want daar hebben we het over. Er staan zaken in die zijn nooit opgelost. Dus je weet nooit, tot je een dader hebt, wat het motief is geweest van die dader, waarom mensen om het leven worden gebracht. Dat is natuurlijk het meest afschuwelijke, dat iemand die je geliefd is, het leven wordt ontnomen om wie iemand is, hè, om je geaardheid. Het is een prachtig boek geworden, een indrukwekkend mooi boek. Koop het allemaal. En ik ben in ieder geval heel erg trots op je pa. Dank je wel. Alsjeblieft. Nou,
Wat ze. Hey, Dingas. Hi. Hi. Wat goed dat jij bent. Dat ja, natuurlijk. Ik sta natuurlijk voor. Ik sta bij de kassa. Ja. Super, dank je. Alsjeblieft. Nou, ja, inderdaad. Ja. Veel meest. Ja, dank je. Ja, ja, het is wel interessant. Terwijl het een zwaar onderwerp is, wordt het door de invalshoek van de heer Hofman toch ineens toegankelijk. Je wordt nieuwsgierig als kijker naar de motieven. Je wilt weten hoe slecht en hoe weerzinwekkend mensen kunnen zijn. En misschien word je daardoor ook waakzamer en ben je in staat om misdaad, bedreiging, maar ook chantage sneller te melden bij de politie. Veel mensen denken dat homo's geen problemen meer hebben. U kent die mensen wel. Niet meer gediscrimineerd worden, maar telkens weer blijkt, hè, die meneer Hofman vertelt dat ook telkens weer blijkt, het tegendeel waar homo's worden aan de lopende band gediscrimineerd, vernederd en vermoord. Er zouden meer hetero's, zoals ik, op moeten staan om voor hun medemens op de barricade te klimmen. En nou ben ik benieuwd wat er verder in deze nu al boeiende uitzending zit.